hele goede morgen allemaal. Goedemorgen allemaal. Welkom bij deze gloedje nieuwe vlog. Ja. Ja. Het is vandaag 16. Even kijken of je niet horloge. Dinsdag 16. Dinsdag 16 oktober, toch? Ik zou er net niet bij, maar dat zal wel. Ja. En het is nu 10:25. Ja, bijna 10:30. De vloer is al getwijld. Zullen we dat wel kunnen zien? Ja. En wij wensen jullie heel veel kijkplezier. Goedemiddag allemaal. Het is nu 4:15 in de middag. Ik ben moe, loom. Kom er gezellig bij zitten, want ook jij hoort erbij. Hij hoort erbij. Want het is lekker. Een eitje. Ja, ik ben moe. Nee, maar noedeltjes met ei is lekker. Ja, en jij hebt het ook lekker en lief. Lekker noedeltje. Heb jij nog wat te vertellen? Hoe ging het op school? Het was even een enerverende dag. Even denken, was vroeg opstaan, want jouw vriendin kwam op bezoek. Marion, ja, mijn schoonmaakstertje. En school gaan. En toen had ik nog wat verrassing, en dat een deur eruit viel. Ook nog, ja. De deur viel uit de spanning, dus dat was even schrikken. De deur ging dermate uit de spanning dat het stroef ging. En je dacht dat er een kind met zijn vingers tussen de deur zat. Dus toen heb je even het nodige gezegd erover. Sensor, dat is oké. Toen zijn we even de stad in geweest, even een broodje gedaan, even winkeltjes gekeken. En dan heb ik het een en ander ook gehaald. En jij hebt ook een nieuwe winkel ontdekt door mij. Ja, is leuk. Laat zien, wat heb je gekocht? Wel waar. Oh, dat. Ja. Ja, die wist ik niet. Heb ik ook nog nooit gehad. Jammer. Overheerlijke durian. Wat is dat? Dat is een lekkere smerige stinker. Kijk wat over kan. Ook kan van natuurlijk. Nee, nee. Moet ik het proberen? Of heb ik hem al open? Ik kan het open. Wil je zelf eentje proberen? Nou! Niet naar durian. Het is wel lekker, maar het smaakt niet naar durian. Het smaakt naar chips. Ja. Ik denk, dan koop ik durian. Ja, we hebben nog wel durian in de vriezer. Twee stuks voor twee kleine bolletjes voor 10 euro. Deze zijn gezoet volgens mij. Deze zijn gezoet. Jo! Dat is lekker. Hou. Lekker. Klein zakje chips. 4 euro. Nee. Is wel lekker. Er zat ook durian ijs, maar dat was op basis van kokosmelk. Daar ben ik niet zo dol op. Kokosmelk, de durian wel. Nog eens een keertje proberen. Wauw. Lekker durian ijs. Ja. Kan je eens een keertje doen? Met name operatie. Ja. Want ik wil een kip in het ziekenhuis. Kippie. Dat kan. Ja, alsjeblieft. Jammer. Eet je toch een keer vruchten? Ja. Joehoe. En niet het normale soort.
Nee. En voor diegenen die niet weten wat durian is? Nee. Ja, toch? Het is een beetje een stekelvrucht. Een soort van ananas. Een soort van ananas met, de textuur. Dus de, vruchtvlees van een combinatie tussen banaan en persik in. Iedereen weet wel de geurkracht van knoflook. Nou, deze kan ook behoorlijk geuren. Nou, in één keer iemand. Er is een bepaalde vliegtuigmaatschappij die zegt van nou, als je 3 dagen van tevoren durian hebt gegeten, dan mag je niet met deze vlucht mee. Vreedpot. Ja. Durian is iets speciaals. Of je vindt het lekker. Of je vindt het afschuwelijk vies. Iets tussenin is er niet. Een duriantje. Eeuw. Durian. Ik kan er wel bij hoor. Hij geeft je zo'n en zo'n klein stukje. Ja. Laatste stukje. Lekker hè? Mm-hmm. En toen was het zakje alweer leeg. Oh, arme ziel. Mm. Ja, dan is het alweer bijna 5 uur. Ik ga zo meteen mijn bedje opzoeken. En daar is ik al, ik ben moe. Mijn neus zit even dicht. Zal ik ook even zo eventjes weer even, eventjes lekker met lucht voorzien. Nee, en ik snuif niet, maar het is wel lekker als je helemaal niks meer ruikt. En dan krijg je een soort van lucht. En dat is lekker, kan ik vertellen. En dan gaat alles een beetje openstaan. Dan krijg je het hier en weer een beetje lekker wat even iets meer lucht. Dat is ook gewoon lekker. Ja. Eens even kijken. Zo, dat heb ik ook alweer gedaan. Even kijken, dat hebben we daar. Ja, oké. Die mag jij hier op kanen, hè? Dat heb ik ook al een paar keer gezegd. Kan lekker op, Jan. Wat? Ja, is goed. Moet ik even een eitje pakken? Hier al liggen er namelijk ook 2 eieren. Of 4. Die moeten er ook sowieso eerst op. Wil jij ook 2 eieren? Is het ruimte, denk jij? Dan heb je pech. Is dit voor een optie?
Dit is met hazelnoot. Dat wil ik wel even proberen met hazelnoot. En toen was mijn camera naast. Die vond het niet leuk om mij scherp te houden. Nee, die vond het niet grappig. Zo, ik ga het even toch proberen. Ga ik over mijn nek, dan heb ik het wel geprobeerd. Deze ga ik even niet meer doen, maar schop deze. Ik heb hem net al open gemaakt, maar dit is van 39. 39. Ja, maar dit is met hazelnoot, lul. Doe, gek. Maf. Dit is van 22,9. Hè? Nee. Dat is niet handig, niet. Ja, dan pak ik hier wat anders. Even. En dan heb ik er wel een beetje van genoten, want dan doe ik wel een beetje, hoe heet dat, lekker slagroom. Oh, moet je ruiken, hij is wel lekker. Hij ruikt lekker, moet ik het zo zeggen. Ja, dan moet je ook lezen wat er soms erop staat. Mona Intense Vla? Nee, waarom maak je het daar al kapot? Moet je niet doen. Dat moet je dus niet doen, hier al kapot maken. Dat is nee. Nee. Is niet handig. Ik maak er ook wat hero in kapot, heb ik ook al zo vaak gezegd. Doe het nooit in het zakje. Ik breek het namelijk. Ik breek het zo. Juist. Wat en wat jij dus nou nu doet. Nee, want hier zit de smaak al aan. Ook al een deel. Daar niet aan. Dat vind ik niet lekker. Ja, oké. Inderdaad. Luister, ja. Kring. Herhaling nummer 3 eigenlijk. Mona, intense vla. Ja, inderdaad. Tak. Wat en wat hij altijd zou doen. Cookie Dutch smaak. Weet je nog dat je vroeger de deeghaken van de mixer mocht aflikken? Ja? Goed nieuws, want met deze intense vla cookie dutch smaak kun je weer even terug naar dat moment. Proef snel en geniet. Oeh! Word je gelijk blij? En dat is weer gember? Nee. Wat dan? Knoflook. Maar ik kan nou nog lekker genieten. Een beetje proeven? Nee. Lekker. Nu even niet. Een beetje nog wat gebij. En dit krijg ik toch allemaal niet op me. Gewoon alleen het kleine stukje met slagroom erbij. De rest mag hij eerlijk eten. Want het is toch al zo'n lekkere beunhaas.
meer en meer krijg ik nieuw veranderd, want anders wordt het te veel voor mij. Kunnen we dat vanavond ook eventjes even opnieuw even indelen? Vast. Mooi, ben ik heel blij mee. Heel erg door elkaar. Kijk mensen, kijk eens, kijk. Het ziet er dus nu nog zo uit. Laat eens even opzouden, want dan doe ik dit even. Knietje erin, is lekker. Ja, kom maar, is lekker. Dus het ziet er nu dus zo nog uit. Deze bakken blijven zo staan, dus het gaat echt om deze drie planken. Vanavond laat ik wel zien hoe het is gegaan. Ja, eventjes voor en voordat ik ga slapen, eventjes nog de hummeltjes kijken. Is leuk, altijd. En dan ga ik daarna lekker naar Dromenland. Ja, dus dat ga ik even doen. Kijk, hij en hij is er ook al. Oeh, ga je strippen? Ik heb geen tekening. Hè? Huh? Jammer. Oeh, spannend hoor. Ja, ik kan nog wel lachen hoor. Ja. Jammer hè. Hè? Wat? Is dat zo? Ja toch? Heb jij? Ik heb noedel kipsoep. Noedel kipsoep. Ja. Met ergens. Ik heb hier ook het een en het ander lekkers. Met ei, ik heb daar nog drinken, ik heb daar nog nootjes en daar heb ik medicijnen liggen. Ja. En ik ben nog steeds eventjes de hummeltjes aan het kijken, dus dat ga ik eerst gewoon nog even afkijken. En dan ga ik echt aan Ja, mijn mannetje is lekker bezig. Ja, Ka, laat vallen. Bonnetje, handig. Wat? Het is echt een bonnetje, die moet hier gooien. Deze bonnetje, die moet hier. Ja, dat is fijn voor jou. Ik wil kijken wat jij allemaal aan het uitspoken vindt. Ja. Nee, ik zie er niet uit. Nee, dat weet ik. Nou, en? Ik ben een medicijn ingenomen, maar alsnog kan ik niet slapen. Nee, het is wakker, slapen half. Dus ja, ik weet niet zo vanop die 28, 28. En anders dan geef je ze lekker aan hondjes. Kijk of ze wat lusten. Zwarte bonen. Is lekker. En daar heb ik ook nog pita broodjes, Daro. Ja, Ro, dat is en dat is gewoon saus, dus dat is prima, goed. Dat is gewoon saus. Kijk, daar had ik nog meer. Dat is mooi. Daar had ik nog veel meer. Geen idee of ik er nog veel meer heb. Ja, misschien het maar richting kelder of zo, weet ik het. Zwarte pieper, witte pieper. Daar heb ik ook nog... Wat zit daar allemaal in dan? Kaas. Hè? Huh? Kaas. Oh, daar zijn die dingen. Ah. Nee, die heb ik niet gedaan. Ik kon ze al niet vinden. Dat had ik niet meer gekocht. Ja, dat doe ik hier weer. Lekker pita broodjes. Nou, als jij ze lekker vindt, mag jij ze lekker opkalen. Ook goed. Zo, dat is lekker daar neer. Hartstikke mooi. Maar het beter om gaan inruimen. Sleuk.nl. Kijk alsjeblieft de linzen. Groene linzen. Die lust erin. Hè? Die lust erin. Nee, maar eigenlijk moet het gewoon even helemaal leeg. Even zo'n lekker doekje erdoorheen. Eigenlijk. Oh, wat ben ik blij dat ik vrijdag gewoon echt even mag slapen.
Mag ik slapen? Nee. Dan mag je even slapen, ja. Ja. Hoe vind ik dat? Vind ik onwijs goed. Ja, onwijs goed. Ik mag gaan slapen ergens. Slappie. Ik ga gewoon hier neerzetten. Zo, kijk. Neerzet. Dit is druivenzuiker, trouwens. Druivenzuiker. Kijk. Dat heb ik nog nooit gehad, maar dit is druivenzuiker. Zeg maar dat bij, weet ik wel. Bij de druivenzuikers. Stevia. Ja, we moeten eventjes, daar zeg ik al, eerst even dingen zo meteen schoonmaken. Het ziet er hier niet uit. Nee, ik heb niks gedaan. Weet je maar, hoe moet ik weer opwarmen? Dan ga ik die melk straks even genomen. Goed met jou. Tai Tai, homemade. Degene die van Tai Tai houden, kan het zelf maken. Ja. Nog een zak met suiker. Ja, die mag richting beneden zo. Oké, dat gaat allemaal naar beneden. Zo. 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 Hoeveel chocola wil je hebben? Nee, we moeten nog choco hebben, want dat is op. Nee, deze choco is niet lekker. Ik moet die andere hebben van Appie. Die is wel lekker. Nee, die is niet lekker. We moeten deze hebben. Ja, maar die is wel lekker, want dan neem je schat. Dit moet dus allemaal en met melk. Ja. Dat kan ik dus niet hebben. Nee. Die andere die ik dus nu heb, ja. Die is gewoon van en met water en deze ook. Dus die kan ik wel hebben. Die is wel lekker. Dan moet ik deze dus maar op gaan drinken. Ja. Maar er is geen melk, dus ik kan het niet maken. Kijk, pech. Lekker pech. Ik heb dat ook zelfs boerencake maken. Boerencake? Ja, zelf toevoegen zachte boter of margarine en 4 eieren. Ja, is lekker, boerencake. Lekker maken, zo meteen. Ja, is goed. Ik heb er twee van, hè? Twee pakken boeren gekeken. Extra dikke. Nee, dan maken we er twee in. Maar dat is voor onszelf, by the way. Ook nog een bananenbrood. Ja, maar ik heb geen bananenbrood. Schat in. Wacht even. Ik ga een beetje. Ik heb je uitschat. Bananenbrood. Lekker. Kijk, hier heb ik ook nog wat. Vind jij lekker? Ja, tarwe zemelen dus. Ben je dit zemelen? Nu tarwe zemelen. Ja, oh, ja. Gewoon tuin is. Jij zoekt het altijd wel uit in de mond. Vooral nu. Wil ik al thuis hier ook nu als een lijk zo wat voor mij gevoel. Zon. Ja. Nog even wel. Ga ik even verder met je. Ja, is goed. Ben je in de vlogcamera mee aan dus? Nee, en die mag jij hier al houden. Maar je mag af en toe wel even komen kijken hoe en hoe ik een beetje aan het douchen ben. Oké, okay, met de camera. Is goed. Ja, is goed. Okay. Eens even kijken. Inspectierandje van de opgeruimde kast. Ja. En daar staat toezicht te houden. Huh? De baas houdt toezicht, dat is mooi. Nee. Bijtspullen. Bakspullen. En apenweetspullen.
aardappeltjes. Deze gebruik je ook wel eens als en met avonds eten. Dit is geen bakspullen eigenlijk. Een beetje verzamelpasje. Ja, maar bakspullen, dat hoort in principe dan weer hierbij. Okay. Ja. Ja, dan moet ik het. Man, oh man, oh man, het is wel leuk. Goed. Die kan in de koelkast. Jij zegt dat dit dan bakspullen is, maar dan hoort de worst hier ook niet, de spaghetti niet. Dus avondeten. En als je slim bent, pak je hier even wat uit. Grote dingstein, dat weet ik niet waar. Wat hier nog zo'n grote dingstein? Daar is voor de suiker in gebruikt. Hè? Is voor de suiker in gebruikt. Nee, niet waar. Welke suiker? De suiker. De suiker eruit. Ja. Kijk. Okay. Op de suiker. Ja, maar. Had ik dus een. Kijk. Dan kan deze doen, dus daar staan. Dan alsjeblieft even ergens boven. Ja, ik ben maar dat. Oh, ja. Dat gaat. Ik ben echt hier alweer in. Wel, iemand die. Weet je dat? Wat jij altijd bent thuis? Pietje, precies. Ja, sorry, maar. Net gewoon gemaakt. Ik wil niet van de grond nemen. Ja, en alle hondjes. Slim hoor. Oh, kijk, wat dan stil.
als die andere erbij kan, dan kan die er ook gewoon bij alles. Doe dan even, nee. Die zak ook weer leeg. Zo. Ja, de kast is nu helemaal opgeruimd volgens specificaties. Bovenaan ontbijtspullen. Midden, tussendoortjes. En daar de bak- en kookspullen. Systematisch geordend. En okay. Ja, nee, er is niet genoeg licht. Nee, nu. Nee. Er is nooit genoeg licht. Maar wacht maar. Oh. Ja, nu lekker wel. Wij zitten nu even gezellig goede tijden slechte meiden te kijken. Op RTL Lounge wel te verstaan. Dat is elke avond om 10:30 op RTL Lounge. Ja, wel te verstaan. Hoi. Ja, dus jij vindt goede tijden ook leuk? Ja, prima. Vertel, waarom? Toch zelf met jou kijken. Doe iets samen met tv kijken. Ja, maar waarom vind jij nu goede tijden leuk aan het worden? Waarom? Ja, waarom moet je iets leuk vinden aan de televisieserie? Ik bedoel, het is een verhaallijn. Het gaat iedere keer weer een draai geven. Ja. En ik probeer dan een beetje te verzinnen wat gaan de schrijvers doen. Dan krijg je weer een hele andere draai aan de dingen. Ja, dat is leuk. Dat is leuk dat het puzzel dan blijkt het toch anders te zijn. Ja, precies. Dat is leuk. Ja. En ik heb lekker appelsapje hier. Er ligt hier ook een hond. En daar ligt ook mijn hond. Ja, en daar eet een kat. En de andere is waarschijnlijk daar achter het vensterbank. Maar waarschijnlijk. Nee, is goed. Huh? Ik zal eens even kijken voor je.
dan? Nee, hoeft niet hoor. Hoeft dat niet? Nee, dat hoeft niet. Oké. En bij deze gaan wij, wij deze vlog afsluiten. Ja. Dank jullie wel voor het kijken. Doe dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doe het belletje aan. En we zien jullie morgen weer. Doei!